Na 21 races staat komend weekend de allerlaatste ronde van het 2022 seizoen op het programma, de Grand Prix van Abu Dhabi. En zoals gebruikelijk stond de donderdag geheel in het teken van de mediasessies, maar daarin ging het vandaag vooral nog over Brazilië, of niet, Ronald? Ja, ik denk dat het beeld, het shot achter mij, dat verraadt denk ik dat ik in Abu Dhabi ben. Mag ik zeggen, je had het slechter kunnen treffen volgens mij. Dat is waar. Nee, maar anders zou je bijna denken dat vandaag nog alleen dat we in Sao Paulo waren. Want het ging alleen maar over Brazilië. En meer specifiek over het gebeuren bij Red Bull Racing. Heel veel over gezegd. Behalve wat dan de exacte reden van Max Verstappen is. Hè, dat hebben ze niet gezegd. Gaan ze ook nooit zeggen. Maar alle signalen duiden wel op Monaco. Op de kwalificatie. Op Q3. En op een vermeend bewuste crash van Sergio Perez. En die signalen die zijn ook wel een beetje in de telemetrie terug te lezen. Ik heb zelf ook wat telemetrie nog bekeken. En wat daar interessant is, als je dan kijkt naar de bocht, Portier, voor het ingaan van de tunnel. Dan trapt Perez in de ronde waarin het misgaat, twee keer vol op het gaspedaal. Dus niet een klein beetje, niet die er per ongeluk tegenaan komt. Nee, hij trapt hem vol in het langzaamste gedeelte van de bocht. Nou, daar zijn mensen met een vergrootglas naar gaan kijken. Zeker omdat als je het vergelijkt met een ronde daarvoor, wacht hij tot de auto recht staat en gaat hij dan geleidelijk op het gas. Dus het is een enorme afwijking. Maar goed, Red Bull gaat daar niks over zeggen. Behalve ook vandaag met monden van de coureurs en in een statement. Dat ze zeggen, er zijn twee dingen fout gegaan. Fout nummer één is geweest dat er in Mexico, want in Mexico heeft Verstappen zijn reden intern gegeven. Dus dat er in Mexico een gesprek heeft plaatsgevonden. Maar dat het een gesprek was zonder Sergio Perez. Waardoor er geen duidelijkheid door het hele team heen was. Nou, dat is fout één. En fout twee ligt in de communicatie vanuit Red Bull. Namelijk dat zij zeggen, ja, Max had zijn redenen aangegeven. En hij is eigenlijk met die boordradio in Brazilië voor het blok gezet. En ook meteen bij een miljoenen publiek voor het blok gezet. Dat had met de kennis van nu, zeker omdat Max het al had aangegeven, had dat niet mogen gebeuren. Dus dat zijn twee fouten, maar de lucht is geklaard. Vooral omdat er na Brazilië aan tafel gezeten is door vier mannen. Namelijk Max Verstappen, ditmaal wel Sergio Perez, Christian Horner. En Helmut Marko, dus ze hebben werkelijk alles besproken, ook alles uitgesproken. Dus het zou goed moeten zijn. Ja, maar goed, vandaag kwamen er alsnog veel vragen over, wat vrij logisch is, denk ik. Hoe reageerde Verstappen daar vandaag op? Fel, heel fel, maar dan niet zozeer op het moment, maar meer op de nasleep. Want hij zei, ja, dat begint eigenlijk met de sociale media. Hij zei, ik heb op de sociale media van alles over mij heen gekregen. Nou, zei Max, dat vind ik niet zo erg. Maar hij zei, ik vind het wel erg dat ook mijn familie van alles beschuldigd is. En dat hij allerlei haat over zich heen heeft gekregen. En de maat was voor Max vol toen hij een appje kreeg van zijn zus. Dat zijn zus zei van, ja, het loopt nu wel aardig uit de klauwen. Dit kan zo niet langer. Nou ja, en toen zei Max ook, ja, toen heb ik ook bedacht dat ik er iets van moet zeggen. Nou, dat heeft hij vandaag gedaan. Werd er ook gezegd, ja, moet je dan helemaal niet met social media kappen. Toen zei Verstappen, nou, ik vind wel dat sociale media meer nadelen dan voordelen hebben. Maar zei hij, ik doe mijn sociale media al niet zelf. En dat is misschien maar goed ook, zei hij met een lach. Dus ja, hij zat zich wel op te vreten. En het tweede waar hij zich aan ergerde, was ook wel aan de berichtgeving. Hij zei, ik ben door sommigen, nou ja, bijvoorbeeld de Britten in deze paddock, neergezet als echt een slechte teamgenoot. Ik ben neergezet als dat ik totaal geen teamplayer zou zijn. Hè, en dat ik alles maar aan mijn laars lap en dat het alleen maar om mij draait. Hij zei, ja, dat vind ik ook heel kwalijk, want mensen kennen de feiten niet. En zei hij, intern sta ik er juist altijd voor open om hulp te bieden. Dus ja, Max was er... Ik dacht op zich wel even klaar ben. Je hoorde ook echt de woede in zijn stem. Maar goed, verder is er een streep onder gezet. En zegt hij ook van, één ding is duidelijk. Als Perez dit weekend hulp nodig heeft op zondag, zal ik hem helpen. Met een hele belangrijke kanttekening dat er niet heel veel te helpen valt, denk ik. Want ze staan op een gelijk aantal punten. Dus het is nu gewoon een direct duel tussen Leclerc en Perez. Dus wat er precies te helpen valt, dat is een vraagteken. Maar beide mannen zitten in ieder geval weer op dezelfde golf, denk ik. Ja, dat is in ieder geval fijn om te horen. En het scheelt ook wel weer dat we dit weekend niet hoeven te rekenen. Het is wat je zegt heel duidelijk. Wie vooraan eindigt, die wordt ook tweede in het kampioenschap. Ja. Maar goed, over Verstappen's rol als teamgenoot gesproken. Wat betekent dit nou voor zijn relatie met Perez? En zeker ook richting volgend seizoen? Ja, nou die vraag stelde ik hem. Hè? Want hij zat eerst in de persconferentie. Daarna hadden we nog een Nederlandse mediasessie. En toen zei ik ook tegen hem, ik zei, ja, denk terug aan vorig jaar. Dat is trouwens de andere kant van de camera. Dat is wel een historisch plekje, want daar ging Latifi de vangrail in. Maar goed, daarvoor... Ja, die plek kunnen we ons allemaal nog herinneren, denk ik. Ja, absoluut. Maar daarvoor was Sergio Perez natuurlijk al van heel groot belang. Hè? Door als een leeuw te vechten tegen Lewis Hamilton. Waar ook Max van zei, van ja, Checo is een legend.
Ik zei ook tegen Max van ja, verwacht jij dat zulke dingen nog weer gaan gebeuren? Of heeft die relatie een deuk opgelopen? En toen zei Max van nee, uiteindelijk, nu we het uitgesproken hebben, is er niks veranderd. Want zei Verstappen van ja, weet je, wij hebben goed gezeten. Dit was ook echt even nodig om de lucht te klaren. Heel belangrijk. Maar nu dat gebeurd is, is er volgens mij niet per definitie iets anders dan in 2021. Nou ja, of dat echt zo is, dat moet de praktijk uitwijzen. Maar hij zegt van ja, niks aan de hand. En ik moet zeggen, het was niet alleen maar gespeeld voor het oog van de camera in een persconferentie of in een mediasessie. Want daarvoor was in pitlane het gebruikelijke moment, altijd in Abu Dhabi, dat er een teamfoto genomen wordt, hè, bij de auto's, bij de coureurs, alle teamleden. Duurde bij Red Bull trouwens extreem lang, want er stonden heel veel fans, vooral veel Mexicanen. Die hadden daar al uren gestaan. Die riepen Checo, Checo. En dan op het moment dat Checo komt, dan werden ze allemaal weggesommeerd, want de pitlane moest vrijgemaakt worden. Maar die mensen dachten, ja, wij gaan niet zonder slag of stoot weg, dus bekijk het lekker. Maar al die tijd dat dat duurde, stonden Max en Perez onderling te praten. Er werd er ook heel veel gelachen, dus ja, weet je, in dat opzicht. Of dat was ook gespeeld, maar ik denk het niet. Dus lijken de onderlinge verhoudingen lijken best nog wel goed. Ja, precies. En vandaag werd er dan ook nog gesproken over ja, die vermeende crash van Perez in Monaco. Wat had hij daar zelf over te zeggen? Ja, weet je, hij ontkent dat natuurlijk. Ja, dat gaat ook nooit publiekelijk openbaar worden als het al zo zou zijn. Ja, Want dat zei denk ik hij. ook. Nee, ja, maar hij zei van ja, Monaco kun je altijd crashen. Mensen hebben het over mijn onboardbeelden nu. Maar kijk dan die hele ronde terug. Want in bocht 1 was ik de auto ook al bijna kwijt, zei hij. En over die telemetrie waar ik het over had, hè, dat hij 2 keer vol het gaspedaal intrapt. Toen zei hij letterlijk: I was playing around with the throttle a little bit. Dus ik was een beetje aan het spelen. Dus een beetje aan het zoeken waar het misschien nog sneller zou kunnen. Dus Checo zei van nee hoor, absoluut niet bewust geweest. En daarna, want dat is ook iets wat inmiddels wel duidelijk is, heeft er een gesprek plaatsgevonden in Baku met Helmut Marko. Nou, daar zou Perez het intern dan ook hebben toegegeven dat het bewust zou zijn geweest. Maar daarover zei Checo vandaag ook niet. Allemaal speculatie. En nou ja, de speculatie klopt niet. Dus Checo ontkent in alle toonaden. Ja, en hopelijk kunnen we het in ieder geval daarmee gaan afsluiten. Dan over naar dit weekend, de Grand Prix van Abu Dhabi. Eindelijk. Eindelijk, precies, want het is de laatste race van dit jaar. En Mercedes lijkt nu ook in een goede flow te zitten. Hoe verwachten zij die lijn door te zetten? Ja, een goede flow, hè? Vooral dan George Russell natuurlijk. Hè? Eerste race gewonnen. Hij zei van ja, dat doet toch wel iets met een coureur. Je weet altijd wel dat je het kan, hè, voor je gevoel. Maar pas als je het gedaan hebt, weet je echt dat je het kan. Eén ding, dat vond ik zelf wel grappig wat hij zei. Ja, hij in de persconferentie na afloop, hè, in Brazilië zaten ze al wat te dollen. Dat Sainz zei van ja, ik zit op dezelfde vlucht. Alle drankjes zijn voor mij. Nou, die waren in het vliegtuig gratis, dus daar viel niet veel te betalen. Viel de rekening mee. Ja, precies. Nou, ook geen probleem voor budgetcap en dergelijke. Nee, maar weet je, alle gekken over stokje. Russell zei, uiteindelijk heb ik helemaal niet gefeest. Want ik was zo kapot. Ik heb alleen maar geslapen, die vlucht. Dus dat feestje hebben we nog te goed. En dat gaan we hier zondagavond in Abu Dhabi even goed doen. De vraag, jouw vraag dus ook. Wordt dat een feestje met 2 opeenvolgende Grand Prix overwinningen? Daarvan zei George Russell, ik denk het niet. Eigenlijk omdat dit circuit in Abu Dhabi dit jaar vrij goed bij de Red Bull lijkt te passen. Want zei George, hè, veel langzame bochten en lange rechte stukken. Die combinatie, zeker die lange rechte stukken, moet de Red Bull heel goed liggen. Dus hij wijst eigenlijk Max Verstappen, dat zei hij ook letterlijk, als favoriet aan. En één ding wat ik daarbij meteen moest denken, wat ik wel ook wel ironisch vind, is dat vorig jaar, hè, is natuurlijk circuit verbouwd, aangepast. Toen zei iedereen voor die beslissingsrace met Hamilton en Verstappen van, oh, dit is in het voordeel van Mercedes, snelheid omhoog, lange vol gas. Daar heeft Red Bull heel veel nadeel van. En het leuke is, exact dat is precies omgekeerd nu. Hè, want nu moet Red Bull het hebben van topsnelheid, lange rechte stukken. En nu heeft Mercedes liever niet. Hè, des te minder vol gas, des te beter het Mercedes het vindt. Ja, Dus wie had vorig jaar dat vorig jaar gedacht? precies, vorig jaar werd er moord en brand geschreeuwd en nu is het exact omgekeerd. Dus ja, Ja. dat is wel grappig. Ja, dan over naar Ferrari, want er was deze week een hele hoop speculatie over de toekomst van Mattia Binotto. Wat zeiden de coureurs daar vandaag over? Ja, de speculatie is natuurlijk dat hij na dit jaar dan vervangen zou worden als teambaas. Charles Leclerc zat ook in de persconferentie en zei van ja, weet je wat het is? Stabiliteit is juist goed voor het team. Dus stabiliteit bij Ferrari zou het allerbeste zijn. En zei hij over die geruchten. Hij zei speculatie is in de Formule 1 is er altijd. Maar als jij bij Ferrari rijdt, is speculatie er nog veel, veel en veel meer. Want Ferrari ligt enorm onder een vergrootglas, zeker in Italië. Dus hij zei, trek je daar niet te veel van aan. Maar ik moet zeggen, het komt niet van de eerste de beste. En het is ook zo breed verspreid in de paddock
dat er wel een kern van waarheid in lijkt te zitten. En persoonlijk komt men dat ook helemaal niet gek voor. Hè? Want als Binotto dan aan de kant wordt geschoven, misschien binnen Ferrari een andere functie door kan, dan wordt Frédéric Pasteur genoemd als opvolger. Hè? De huidige teambaas van Alfa, waar Charles Leclerc natuurlijk ook mee heeft gewerkt. En dat komt mij ook niet gek voor, simpelweg omdat Audi natuurlijk dat team overneemt. Nou zegt Vasseur in de publiciteit van ja, ik ben heel erg benieuwd naar de plannen van Audi. Ik wil graag blijven en ik zie potentie. Maar de VW-groep, een beetje kennende, willen die dat zelf gaan sturen. Dus willen die daar een eigen mannetje neerzetten. En dan is het dus helemaal niet gek voor een Vasseur om de vlucht naar voren te nemen. En om voor die tijd al weg te gaan. En bovendien, en dat is denk ik de bottom line, geldt bijna voor iedereen in deze paddock. Als Ferrari je vraagt, zeg je geen nee. Dus ik denk dat vanuit Vasseur er best wel wat voor te zeggen valt om de overstap naar Maranello te gaan maken. Ja, dit soort geruchten met een teambaas die mogelijk weggaat, hebben we natuurlijk ook al eerder meegemaakt. Dan denk ik gelijk aan Otmar Szafnauer. Ja, die ontkende ook. Wat dat betreft. Ja, toen werd ook gezegd, nee, dat is niet waar. En uiteindelijk komt dan toch het nieuws naar buiten. Dus ja, nou ja, goed. Dit weekend is het niet alleen de laatste race van het seizoen, maar ook de laatste race van Sebastian Vettel. Er zijn veel fans aanwezig. Ook zijn vader is daar in Abu Dhabi. Dat zal ongetwijfeld een heel emotioneel weekend gaan worden, of niet? Ja, ook niet toevallig, maar ook hij zat natuurlijk in de persconferentie. Hè, en hij zei van ja, het is een heel bijzonder weekend. Hoe emotioneel dat gaat worden, kan ik jullie nu niet vertellen. Dat kan ik pas zeggen, eenmaal in de cockpit. Hè? Ja, precies, met het vizier naar beneden. Nee, over dat vizier en over een helm gesproken was wel leuk. Want Fernando Alonso rijdt dit weekend met een speciale helm. Gewoon een Vettel lookalike helm. Hè. Vettel rijdt allemaal met kleine fotootjes. Maar Alonso heeft als eerbetoon eigenlijk het Vettel design overgenomen. Nou, dat is natuurlijk wel heel tof. En sowieso eigenlijk bij alle coureurs niks dan lof voor Vettel. Ja, Leclerc zei, hij heeft mij heel veel geleerd toen ik bij Ferrari binnenkwam. En ook Max Verstappen ging erop in. En hij zei, ja, ik heb mijn verhitte duels gehad met Vettel. Hè. Mexico, die poortradio's zijn nog wel te herinneren. Maar hij zei, dat was vooral ook in mijn beginjaren in de Formule 1. Maar zei hij, daarna heb ik Seb zowel als coureur, maar ook als mens enorm leren waarderen. En hij kwam eigenlijk met een heel warm voorbeeld. Namelijk Silverstone vorig jaar, waar Max Verstappen die mega klapper had in Cops Corner. Hij zei, ik ben toen onderzocht, hè, voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, al die scans doorlopen. Toen ik terugkwam met de auto, stond er één man, stond bij de auto, op mij te wachten. Hij zei, dat was Vettel. Hij was daar als enige coureur om te vragen, oké, ben je oké, hoe gaat het met jou? En zei Max Verstappen, dat tekent Vettel echt als mens. Dus als na dit weekend Vettel afscheid heeft genomen, verliest de sport niet alleen een groot sportman, maar ook een groot mens. Waarbij Lewis Hamilton zei, nee, die verliezen we niet. Want hij gaat net als Fernando Alonso doen. Hij komt over een paar jaar gewoon terug. Want de aantrekkingskracht van de Formule 1 kan toch niemand weerstaan, zei hij. Ja, dus misschien hoeven we hem uiteindelijk toch niet te gaan missen. Maar ja, de tijd zal het leren. En na Sebastian Vettel neemt ook Mick Schumacher dit weekend afscheid. Namelijk van het team van Haas. Daar moet hij plaatsmaken voor Nico Hulkenberg. Die na 3 seizoenen afwezigheid terugkeert op de grid. Hoe is daar vandaag op gereageerd in de paddock? Ja, op zich positief. Hè. Iedereen gunt het Nico Hulkenberg wel. Is natuurlijk een bijzonder aardige vent. En dus is er niemand die hem zo'n kans, zo'n terugkeer misgunt. Ik moet zeggen, ik heb wel een heel klein beetje dubbele gevoelens daarbij. Aan de ene kant, hè, als je iemand van die generatie het gunt, is het Nico Hulkenberg verschrikkelijk aardig. Ook in de media goed. Dus in dat opzicht zie ik hem heel graag terugkomen. Dat is een gunfactor. Ja, enorme gunfactor. Ook in Nederland natuurlijk. Aan de andere kant, en dat is een beetje mijn bedenking, had ik het ook wel fijn gevonden als er plaats gemaakt was voor jong talent. Of als jong talent daar was blijven zitten. En dat zie je nu niet. Hè. In eerste instantie werd er nog gesproken over Antonio Giovinazzi. Nou, dat had ik helemaal wereldvreemd gevonden. Dan denk ik echt, ja, die tijd is geweest. Hè. We moeten nu door. Maar ja, weet je, je kan nog aan Droeg of iets denken. Maar verder is een beetje de conclusie dat er geen jong talent is dat meteen keihard klaarstaat. In ieder geval geen talent waar Haas heel veel vertrouwen in heeft. En dat geldt jammer genoeg ook voor Mick Schumacher. Hè. Steiner zei, ja, al die crashes, zeker onder het budgetplafond, die hebben niet geholpen. Mick Schumacher zelf, die was daar niet heel erg over te spreken, logischerwijs. Hij zei van, ja, ik vind het allemaal niet eerlijk, niet terecht. Hij gaf aan, dit is pas mijn tweede jaar in de Formule 1. Vorig jaar kun je misschien wel niet eens meerekenen, omdat wij toen elke keer kansloos achteraan rijden. Dus dit is pas mijn eerste jaar dat ik echt Formule 1 rijd en echt in het middenveld met mensen kan vechten en daaraan kan wennen. Hij zei, nou, dat ik dan meteen zo hard afgerekend word, zei Mick, vind ik niet terecht. Bovendien vind ik het niet terecht omdat de trendlijn volgens hem, we hebben ups en downs, maar de trendlijn zou omhoog zijn. Nou ja, Mick zegt, ik ga één ding doen. Ik wil laten zien dat ze het allemaal bij het verkeerde eind hebben. En dat wil hij op twee manieren doen. Ten eerste
door nu in de buurt te blijven. Hè. Er wordt gesproken over een reserverol bij Mercedes. En ten tweede om op termijn terug te komen. En daarvoor is hij al wel een beetje in beeld bij Audi. Hè. Dat wil heel graag een Duitse coureur. Nou, qua Duitse talenten is het ook geen vetpot. Dus Mick staat daar op de radar. Dus Mick, je zei het is een afscheid bij Haas, maar hopelijk voor hem nog geen afscheid van de Formule 1. Nog één dingetje om alles compleet te maken. Ik heb het gehad over Mick, die in beeld is bij Mercedes. Zo is Daniel Ricciardo, en dat wordt wel steeds en steeds hardnekkiger, in beeld om de reservecoureur van Red Bull Racing te gaan worden. En dan niet alleen reserve- en simulatorwerk, maar ook een brand ambassador. Dus ook qua alle demo-runs zo zou hij dan ook voor zijn rekening moeten nemen. Dus zo kan misschien Daniel Ricciardo ook nog weer een beetje terugkomen op het oude nest. Ja, precies. Wel een hele interessante om in de gaten te houden de komende tijd. Tot slot, Ronald, want jij bent nu in Abu Dhabi voor de race. Maar ondertussen ben je ook nog druk met iets heel anders. Vertel eens even. Ja, boek, hè, net als vorig jaar natuurlijk. Hebben we het boek Formule Max toen over het Formule 1 seizoen 2021. En ook de hele carrière van Max daarnaartoe. Hè, karting, Formule 3, Toro Rosso, alles. Maar goed, ook dit jaar komt er weer een nieuw boek. En dat gaat natuurlijk over het huidige Formule 1 seizoen. Met daartussendoor verweven ook weer tal van achtergrondverhalen. Dus achtergrondverhalen over het nieuwe reglement. Over hoe Ferrari weer een auto heeft gebouwd waarmee ze toch competitief zijn. Mercedes, porpoising, hè, hoe ze dat überhaupt hebben kunnen missen in de pre-season. Nou, al dat soort dingen staat in dat boek. Het boek dat ik samen met mijn gewaardeerde collega Erwin Jeggi heb geschreven. En je hebt gelijk, de stresslevels zijn vrij hoog. Want de laatste hoofdstukken moeten wij maandag al helemaal kant-en-klaar aanleveren. Dus de druk staat op de ketel. En voor de geïnteresseerden, de mensen thuis. Vanaf 30 november is hij dan ook daadwerkelijk te verkrijgen. Dus stel je zoekt nog iets voor Sinterklaas of voor de kerst. Nou ja, hier een tip. Precies, perfect moment. En dan kan je gelijk mooi terugblikken op dit seizoen. En voor wie hem alvast wil reserveren, dat kan nu al. We hebben even een link in de video-omschrijving geplaatst en ook in de reacties. En dan kan je hem nu al reserveren, zodat je hem op tijd in huis hebt. Dankjewel, Ronald. Wij spreken elkaar weer in de afloop van Vrije Training 2. En dan zijn wij natuurlijk ook terug met een nieuwe Formule 1-update. Dus druk vooral op die abonneerknop als je hem niet wil missen. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot morgen.